Yes. Nu kijken we naar de O'Neill Original 654 hoodie. Dit is voor als je het echt koud hebt in de winter en de hele winter door wil surfen. Prachtig wetsuitje. Dit is een nieuw model in de lijn. Het wordt doorgevoerd van de Super Freak, dus de Original 654 hoodie. We zien gelijk een single line neoprene aan de voorkant en aan de achterkant. Dit zuigt niet vol met water, dus zorgt uiteindelijk ervoor dat je het nog warmer hebt in het water. De schouders liggen vrij. Ze hebben dus geen stitches, dus dat je heel erg veel kan bewegen als je je wetsuit aan hebt. Wat natuurlijk belangrijk is als je veel moet paddelen. Dan zien we dat die van de buitenkant normaal gestikt is. En van de binnenkant is die geheel verplakt. En dan met de neoprene tape nog een keer gesield. Dus deze wetsuit is heel erg mooi afgesloten. En verplakt van de binnenkant, dat je het heel erg warm hebt. 654 de dikte, dus een extra dikke winterpak voor de mensen die het heel snel koud krijgen. Normale Superflex neoprene, dus deze zal heel erg comfortabel zitten. Een hoed is attached, ook deze is single line neoprene. Want 80% van je lichaamswarmte gaat over je hoofd weg, dus dat is heel belangrijk in de winter. Kan je hier open en sluiten. Een chest zip entry system met de drainhole op de rug. Dus als water binnenkomt raakt het je lichaam niet aan en gaat gelijk door het drainhole weer naar buiten. Verder heeft hij natuurlijk de knee pads en heeft hij voor de sleutels, de mensen die gaan fietsen, hier bij de benen een key pocket. Als we dan naar de binnenkant van de wetsuit kijken, zien we dat hij gewoon simpel is. Simpel is altijd goed. Zwart, overal seal tape, geheel verplakt van de binnenkant. En rond de core waar de firewall is, dus dat single line neoprene aan de buitenkant, hebben we nog een keer zo'n velletje voor extra warmte. Yes, dat is de Originals 654 hooded.